Ik zit eventjes lekker op mijn hurk, hè, want ik heb boodschappen gedaan. En ik heb ook goed boodschappen gedaan. Ja. Maar nu zit ik eerst eventjes met Kaboutertje en met Lange Reus, dus Niels. Ja, deze gekocht gisteren. Samen met Ro. En ja, we vonden het allebei een mooi dingetje. Dus even zo maken. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag 28 september 2020. Ja, mijn naam is Karin Stamman van der Werf, mijn man die heet Roderick Stamman van der Werf. En zoals jullie zien ben ik lekker buiten, ja, met de hondjes. En ik denk, ik ga even lekker even alvast jullie welkom heten bij een gloednieuwe vlog. En ik wens jullie heel veel kijkplezier, dus heel veel kijkplezier bij deze vlog. Goed vlog. Mensen. Ja, ben moe. Leuk. Roderick is alweer klaar met werken. Die is onderweg deze kant op. In zijn uniform dus. Dat we het niet filmen dat Roderick in zijn uniform is. Nee. Of alleen zijn gezicht. Dat mag wel. Nee, een grapje. Maar we gaan zo eerst even naar de Jumbo. Zoals je ziet ben ik nog een beetje moeitjes. Dus, maar we gaan gewoon eerst even naar de Jumbo. En voor het geval dat het vanavond wel met de persconferentie dat er mondkapjes plicht wordt in openbare ruimtes, ga ik dus proberen, nu al, want ja, ik wil wel gewoon winkelen vanzelf, ga ik gewoon met een mondkapje winkelen. Ja, ik weet niet hoe, of en of ik het volhoud, en maar anders pleur ik me er zo weer vanaf. Ja hoor, ik ben daar heel makkelijk in. Dus ik weet niet waar Ro nu fietst. Waar fiets je lief? Bij de dichte poppenstraat. Oké. Okay. Dus dan moet ik zometeen eventjes de dingen eventjes de balkondeur dicht doen. Voor even wat warms aantrekken. Ik heb het koud. Maar daar heb ik mijn jas voor. Even boodschapjes doen. Even kijken in de bak. Maar waarschijnlijk is de bak alweer leeg. Je weet het ook weer niet. Geen idee. Maar dat komt wel weer goed. Zometeen misschien nog weer even Bigo. Of zo, weet ik veel. Ik zie het allemaal wel. Ik ben gewoon moe. En misschien sowieso nog even lekker liggen. Ro gaat zo liggen. Maar vanavond wordt het ook sowieso om 7 uur dat Ro hier weer aanwezig is. Want ik wil samen sowieso namelijk de persconferentie zien. Want ik wil weten wat de nieuwe regeltjes weer gaat worden voor de grote steden. Ja, dus dat wordt spannend. En vooral weer voor de nieuwe regeltjes, want de grote steden zijn de grootste brandhaarden. Nou ja, zeggen ze. Maar er is elk jaar een virus, dus ja. Komt wel goed. En ik ga niet meer zo snel praten, want blablabla, bla bla, ik loer maar een eind heen. Ik vind het goed. Ja, en ik wil even kijken bij de telefoonwinkel, tabletwinkel, of hij ook iets heeft. Zodat ik mijn tablet neer kan zetten op een iets. Zodat ik dus ook gewoon kan opladen. Dus dat ga ik ook even vragen aan hem. Of hij dus een houder heeft of zo. Dat ik hem dus gewoon neer kan zetten. Ja, gewoon een soort van houder. Dus wel gewoon, ja. Ja, moet ik even vragen. Ja, dat en dat ga ik ook even doen. Samen met Ro. Ja, komt goed. Dus jullie checken mij zometeen. En ik ga sowieso wat vandaag nog eventjes unboxen. Want ik heb gisteren nog wat gekocht. En moet ik even kijken of ik dat samen met Ro doe of niet. Maar dat komt wel goed. En anders doe ik het lekker alleen. En dat als Ro weer straks thuis is, dat die staat. Maar ja, dat zien jullie straks. Zo, oké. Hier ga ik me toch een beetje erg aan irriteren. Want mag je hier parkeren? Al de hele dag. Daar. Ja, en nou staat het toch op. Jammer dan. Nee, ja, jammer dan. Maar mag dit? Volgens mij niet. Nee. Even lekker in de Action. Leuk. Maar dan zie ik wat. Kijk, is handig. En bij de Action. En wat zie je dan? Dit. Een vlogcamera ding. Recorder 100. Micro met microfoon. En dat voor 19 euro. Ja. Dus wil je ook een vlogger, vlogster of vlogger worden? Ik zou zeggen. Nou ja, koop het. En je kan goedkoop beginnen. Ja, heel leuk.
En ze hebben ook andere leuke snufjes vanzelf. Ja, koptelefoons, speakers, toetsenborden met verlichting. Andere dingetjes zoals deze en een thermometer, een afstandsbediening. Ja, zeg maar even door. Is allemaal leuk. Maar dit is helemaal geweldig. Echt. Ik laat hem nog één keer zien. De prijs. En dan nog eventjes alles erbij. Zo. Zo. Yes. Zo, wat is het stervensdruk. Mijn god, ik denk, nou, ik doe mijn mondkapje op, want ja, die heb ik, deze. Maar ik krijg het gewoon benauwd. Dus ik heb het maar gewoon weer even afgedaan, want je stikt gewoon de moord, man. Jezus, mina. We hebben een boodschap gedaan. Ik heb voor eten gekocht. En dan ga ik even naar buiten aan de andere kant. Vind ik leuk. Dan moet ik nog langer binnen blijven. Maar ik laat jullie weer even zien hoe de vordering zich doet hier in het bijtwinkelcentrum. Nou, deze is ook al bijna helemaal klaar. Alleen de onderste moet nog volgens mij. Zo, de nieuwste BMW met een H. Wauw. Hij is gaaf. Hij is gaaf. Die neus al. Wauw. Wat is die mooi. Wauw. Mooie gave BMW. Hé. Kijk hè. Hele mooie. Mooie remschijfjes ook nog. Hele mooie auto. Kijk hè. Wie? Dat is niet van jou. Wie wil er op balkon? Wie? Oh, ik word gebeld. Nou, ik zit eventjes lekker op mijn hurk, hè. Want ik heb boodschappen gedaan. En ik heb ook goed boodschappen gedaan. Ja. Maar nu zit ik eerst eventjes met Kaboutertje en met Lange Reus. Dus Niels. Eventjes op WhatsApp. Is leuk. Alleen ik weet niet of Kaboutertje erop wil. Op mijn vlog. Nee, dat dacht ik al. Dus dan doe ik het ook niet. Respect daarvoor moet je hebben. Dus, maar ik ga even filmen wat ik allemaal heb gekocht. En ik hou even rekening mee dat zij er niet op wil. Nog niet. Komt misschien nog wel en misschien ook niet. Dat zie ik dan wel weer. En ik heb hier iemand die heel lekker lief aan het liggen is voor mijn neus. Dus die zal ik ook even laten zien. Vrouwtje, heb jij misschien wat lekkers voor mij? Hè? Nee, want je krijgt ook nooit wat zeker. Hè? Nee, dat dacht ik al. Maar je hebt daar speelgoed liggen. Je hebt daar nog speelgoed liggen. En je hebt een hele huisje voor jezelf. Nou ja, voor jezelf draak je die ligt erin. Maar oké, dat maakt niet uit. Nee. Nou, deze hadden we nog in de auto. Ik heb deze gekocht. Heb ik twee van. Lekker. Ik heb weer lekker deze gekocht. Ja, normaal doe ik dat in de keuken. Maar nou even niet. Ik ga lekker koken vanavond. Ik ga deze erbij doen. Ook erg lekker. En ik denk ook dat ik deze erbij ga doen. Ik weet het nog niet helemaal. Ik heb lekkere wokblokjes. Varkens. Ja, ook erg lekker. En dan gaat deze er doorheen. Lekker makkelijk. Hoef ik niks te koken. Qua pasta of zo. En dan heb ik ook wokolie erbij gedaan. Van Conimex. Het is lekker duur, ik weet het. En ik heb een goede deal weer gemaakt. Ja, met een mooie, leuke winkel. Deze heb ik dus gekocht. Dus eens even kijken of dat gaat werken. Want dan hoef ik mijn tablet niet meer raar op mijn computerbureau neer te zetten. Maar dan heb ik deze mooie ding. Dus ja, ik heb ze wel vaker in mijn vlog gedaan. Dus dat zal ik dus nu ook weer doen. Ze zitten in het grote winkelcentrum Leidsehagen. Schuin tegenover de donutwinkel. Dus ik zou zeggen, ga er eens naartoe. Niet heel duur, lekker betaalbaar. Dus ja. Hello Vlies, zegt er maar wat van. Ja, goed zo. Hi, wijfie. Hi. Ja, maar zij is alleen 's ochtends live. Zo, wat denk je? Mevrouw Bergheid is er weer.
Ja, mevrouw Bergheid. Lady, mevrouw Bergheid is er weer. En ik ga deze eventjes met jullie unboxen, mensen. Ja. Ja. Wat denk je? Ik ga even spelen. Ja, is goed, joh. En mevrouw Bergheid is er. Oké. Wat ik dus nu eerst ga doen, dat is dus dit hier allemaal weghalen. Deze boxen ook. Even kijken waar ik hem anders neer kan zetten in de woning. Misschien wel in de achterste kamer. Wie zal het zeggen? Ik niet. Maar dit ga ik eerst doen en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Nou, zoals je ziet is het aardig vies. Nou, dat ga ik dus lekker schoonmaken. En ik zet jullie lekker neer, zodat jullie lekker mee kunnen kijken hoe ik het ga doen. Zo. Helemaal goed. Snoertjes weg. Ik heb een mooie emmertje hier. Lekker met Dettol. En kijk eens hoe mooi schoon het weer wordt. Ik moet eigenlijk overal weer even gaan doen. Binnenkort even lekker schoonmaken. Of de grote schoonmaak in huis. Zo. Hartstikke mooi. Ja. En dan moet ik het hier ook nog even gaan doen, hè. Op de grond vanzelf. Ook even een lekkere doekje eroverheen. Dat ziet er ook allemaal niet uit. Zo. Dat is ook weer gedaan. Zo. En nu ga ik eventjes jullie wat andere mooie dingen mooi zien. Laten zien. Ja. Ik heb deze gekocht gisteren samen met Ro. En ja, we vonden het allebei een mooi dingetje. Dus eens eventjes openmaken. Vanzelf. Ja, dat is vies. Bah. Ja, dat is bah. Zo. Ik krijg dus zo geleverd. Netjes. Afstandsbediening. Met boekje. Dus die ga ik er eerst even uithalen. Nou, boekje met een batterij. Heel netjes. Ik zal deze eventjes die kant op knallen. Zo, eventjes daar weg. Dit boekje met dus een mooie afstandsbediening. Nou, ik gelijk het afstandsding er even uit. Een hele mooie.
Zo ziet het eruit. Nou, dan ga ik dus nu met jullie deze ervan uithalen. Volgens mij is het niet zo heel groot, maar nee, het is voor mij klein en compact. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Niet zo groot, niet zo, kijk. Oh, wauw. Het is toch niet allemaal zo groot. Waarom moet het allemaal zo groot? Hé, meisje? Snap jij dat dan nog? Dank je. Ja, ik hou op voor jou, schat. Dat weet je. Kijk. Hij is heel mooi. Ga eens even aan de kant, schatje. Kom, even aan de kant. Dank je. Hij is lekker klein. Niet zo heel zwaar. Mooi aan de voorkant. En ook mooi aan de achterkant vanzelf. Zo, ik zet deze eventjes gelijk even op de tafel neer. En dan is dit de box. Kijk, dat zeg ik ook. Iets heel groot. Lekker klein. Kijk, hartstikke mooi. Ook niet zo heel groot. Lekker klein. Heerlijk. En ja, het is van Philips. Hoeft ook niet allemaal zo groot. En dan kunnen altijd nog andere boxen erop aansluiten. Hoop ik, denk ik. Weet ik niet. Maar we zullen het zien. Ga je op de bank eten, meisje. Groot gelijk heb je, hoor. Nou, en dan heb ik dus hier dus nog één. Dus ja, en dan wil ik even bekijken van waar ik hem neer ga zetten. Want volgens mij is deze box niet zo heel erg groot. Dus ik denk ook wel dat het ergens nog ergens op kan staan. Op een kastje of zo. Dat ik even overal weer wat meer geluid heb. Dus dat laat ik jullie ook nog even zo zien waar ik het neer ga zetten. Ja. Maar ik ben er blij mee. Ik hoop jullie ook voor mij. Ja, toch? Ja, dat hoop ik wel. Dus ja, ik hoop het van wel. Ja. Ja, nou. Wat ik dus al eerder zei. Deze heb ik dus gekocht bij een telefoonwinkel in Leidschagen. Dus de Mol of de Netherlands. Tegenover de Kruidvat City. Ja. Dus, en dit is allemaal goed voor dit allemaal. Nou ja, je ziet het. Het kan ook lekker makkelijk in je tas. Desktop, tablet holder. Ook lekker handig voor om op te laden. En voor je telefoon. Ja, het is ideaal gewoon. Ja, nou, ik ga hem even uitpakken. Kijk, hebben we dit er ook bij. Ideaal. Nou, dan gaan we hem even uitpakken. En dan gaan we hem gebruiken. Dat is zo leuk, hè? Dit is zo leuk. Dit is zo leuk. Om uit te pakken. Jee. Hey, wat zit er allemaal in? Hij is zwart. Ja, hij is zwart. Is lekker klein en compact. Hij is heel mooi klein en compact. Hij zit dus zo. Dan kun je je tablet dus er mooi op. Zo, dat is toch mooi, hè?
Dan kan hij nog in hoogte verstelbaar ook. Kijk. Daar gaat hij om. Dus ik ga hem nu lekker gebruiken. Dus ja, ik ben er blij mee. En dit was de vlog. Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei.